Hallo, leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kutleven. Vandaag is een heugelijke dag. Kort geleden heeft het aantal abonnees op mijn kanaal de legendarische grens van 20.000 abonnees overschreden. 20.000 abonnees. Niet zo legendarisch als 100k of mijn miljoen van een tijdje geleden, maar desalniettemin erg mooi. Dit raakt mij diep. Diep. Het is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat men op deze manier waardering uit voor de zendtijd die ik inneem op YouTube. Ik ben dan ook diep dankbaar voor alle trouwe fans die mij de afgelopen paar maanden blauwe duimpjes omhoog hebben gegeven. Die mijn video's hebben bekeken en die reacties hebben achtergelaten. Of dat ze gewoon in stilte hebben genoten van mijn video's. Mijn video's voor jou. De naam Kutleven verandert langzaam maar zeker in een ware geuzennaam. Een naam die de lading steeds minder dekt. Maar ik zal deze naam met toewijding en trots blijven dragen. En ik zeg daarom vanuit de grond van mijn hart, ik heb mijn kutleven voor het grootste gedeelte aan jullie te danken. Maar toch wil ik op dit feestelijke moment een kleine kanttekening maken. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ondanks dat er 20.000 abonnees op de teller staan, er ongeveer tussen de 5 en 10.000 mensen daadwerkelijk naar mijn video's kijken. En soms zelfs minder. Vreemd. Kennelijk mist de helft van mijn abonnees en soms meer dan de helft de toewijding die jullie, de mensen die deze video wel bekijken, wel hebben. En die ik o zo waardeer. De meest logische verklaring is natuurlijk omdat een abonnement op Kutleven ondertussen een soort statussymbool is geworden. En ja, dat is het geluid van de riolering. Een abonnement op Kutleven is een teken van goede smaak, verfijnde excellence. Maar toch geeft het deze viering een licht zuur smaakje. Ik had graag gezien dat alle 20.000 abonnees ook daadwerkelijk al die video's zouden kijken. Heb ik het nog niet eens gehad over de likes. Gewoon de video's bekijken. De video's die ik voor jullie maak, jullie mijn abonnees. Waarmee geabonneerd omdat je een video wil kijken. Kijk die video dan. Hij is er voor jou. Het is gratis. Je hoeft alleen maar te kijken. Maar kennelijk is dit de keerzijde van het succes. En moet ik hiermee leren leven. Net zoals Justin Timberlake altijd een zonnebril op moet zetten als hij een ijsje gaat halen bij de McDonald's. Lekker ijs trouwens bij de McDonald's. En dus zal ik als een ware messias ook mijn sub-subs in de armen sluiten. Al is het maar om het enkele feit dat ze mij alleen maar willen gebruiken als een fashion statement. En iets van de shine mee te pakken die jij, ik, wij allen samen al hebben gehad en nog steeds hebben. Omdat wij shinen, daar bestaat geen enkele twijfel over. Oké, dan, ik zal het kort houden. Bij een feestje horen cadeaus. Ik wil jullie vragen om in de beschrijving neer te zetten wat voor soort video jullie willen dat ik voor jullie maak. De allerleukste van die verzoekjes die niet direct te maken hebben met de borsten van Sophie Milsink, blote billen of ijsjes van de Burger King, zal ik hoogstpersoonlijk in behandeling nemen. En ten uitvoer brengen op ditzelfde kanaal. Ik dank u voor de aandacht en voor alle liefde. Want YouTube is liefde. Mijn hart stroomt over van liefde voor jullie. Op een gezonde manier. En zoals beloofd zal er een 20 uur durende livestream komen op mijn kanaal Kutleven. Abonneer vooral op mijn Instagram en Twitter om in de gaten te houden wanneer deze livestream zal plaatsvinden. Er zullen een hoop YouTube vrienden aanwezig zijn. Ik noem Fijne Vrienden, Ponkers, Dylan Pees, Bardo, Thomas, Weet Je Wat Laat Maar, Het Gameportaal en natuurlijk Kroets! Bedankt voor het kijken en ik zie je graag een volgende keer weer bij Kutleven. Shout out naar Kutleven, hè?